Het toekomstige cultuurcluster West-Luinense Poort vordert gestaag. Het project betreft een gebiedsontwikkeling van het gebied rond het voormalige GGA Gasgebouw, Schouwburg Agnietenhof en de bibliotheek. Het project omvat de realisatie van 16 stadsvilla's en 8 appartementen. Een cultuurcluster bestaande uit een centrum voor de kunsten, expositieruimte het klooster en de openbare bibliotheek en een kunstuitleen- en toeristeninformatiepunt. Een parkeergarage met circa 580 plaatsen en de inrichting van de openbare ruimte. Inmiddels is het water weggepompt uit de toekomstige parkeergarage, waar de 130 centimeter dikke betonvloer inmiddels zichtbaar is. De oplevering staat gepland voor december 2016.